Het is vandaag een heel bijzondere dag voor camping Waterhout hier in Almere. Vandaag zijn namelijk de vaste gasten voor de eerste keer hier op de nieuwe plek. Het is overduidelijk nog niet helemaal klaar. En gaan ze dat dan wel redden voor volgende week? Want dan gaat de camping toch echt open. Vandaag hebben we een open dag voor onze vaste gasten, de seizoengasten. Zodat ze hier kunnen kijken van hoe het gaat worden. Hoeveel werk er verzet moet worden, dat ze kunnen zien van wat er allemaal moet gebeuren. En het is heel leuk hoe ze allemaal reageren. Het valt me allemaal nog wel mee. Ja, ik had erger verwacht, maar het is ontzettend mooi wordt het. Wat is de eerste keer dat u hier bent op deze plek? We zijn voorheen af en toe wel tussendoor wezen kijken natuurlijk. En nu zie je met die graszoden, ja, ik vind het prachtig worden. Een beetje kaal. Er is meer weggekapt dan dat ik verwacht had eigenlijk. Er stonden eerst zoveel hoge bomen omheen. Dat had ik wel nog een beetje verwacht. Volgende week ga je open. Het gaat niet lukken om het helemaal klaar te krijgen. Nee, week. Het is niet helemaal klaar. Het sanitair gebouw is ook niet klaar. Want dat heeft wel tegengezeten. Dus we moeten een noodvoorziening daarvoor krijgen. Dus dat komt volgende week ook. Dus dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. En dat sanitair gebouw, dat hoop ik dat dat nu met 14 dagen klaar is. En dan is het natuurlijk alweer heel veel mooier.